the Netherlands as an ice skater. Please welcome Fabio Francolini. Second starting position, defending champion, also representing Italy, Lorenzo Cassioli. Third starting position op de derde startpositie, een van de grootste talenten die we hebben. Meervoudig kampioen namens België, Joren van den Bergen. Fourth starting position, already a medal winner in this Europeans, representing Germany, Felix Reinen. Fifth starting position, representing Switzerland, the Fabian Cancellara of inline skating, Livio Winger. Sixth starting position, multiple European and world champion, representing La France, Nicolas Peloquin. Seventh starting position, dames en heren, hier is hij. Hij pakt al medailles hier op dit toernooi. De man die alles kan, namens Nederland, Chris Pijn, Arjens. En hier is hij, onze eigen acrobaat op wielen. Ook voor hem natuurlijk hier het allergrootste applaus. Want namens Nederland is hier Mark Horsten. Goed, ze zijn gestart en dat betekent dat de Nederlanders zich een weg moeten gaan vechten om vooraan te komen. Dat betekent dat we Frankrijk aan de leiding en daarna een Italiaanse trein die wel rijdt. Absoluut, ja. Hier goed functionerende Vira aan de leiding zometeen. Hier in vier ronden voor het eind. Maar Nicolas Peloquin, dat is absoluut de wereldtop, dames en heren. Dat is de Sven Kramer van het Franse inlineskaten. Die rijdt hier vooraan, die heb je niet zomaar te pakken. Maar Mark Horsten en Chris Pijn Ariens, die al brons pakten voor Nederland op deze Europese kampioenschappen. En Mark Horsten, dames en heren, die kan alles op zijn skates. Hij is aan in bed s'avonds. Peloquin aan de leiding. Rondebord op 2. Ancol de Tour. We hebben nog twee ronden te gaan voor de 1000 meter finale. Aandringen van de Italianen nu. Francolini en Cassioli. Dat is een toptender. Ja, Mark Horsten op de vijfde plek, dames en heren. Moedig ze aan, hè. Ja, die mannen die gaan hier heel hard op voor u, hè. Warning 14. Crossing the line. Oh, dan gaat dat vechten daar hier in die laatste bocht. Dus Livio Winger en Nicolas Peloquin. Laatste ronde dan. Wordt er gekeken door Fabio Francolini. Die gooit meteen de deur dicht voor Lorenzo Cassioli. De winnaar van vorig jaar. De titelverdediger. Lorenzo Cassioli en Francolini in een dienende rol erachter. Dan Winger. Dan Horsten. Kan Horsten nog naar de brons toe? Kan Horsten nog naar de brons toe, Almere? Oh jawel. Maar de Cassioli opnieuw is als winnaar. Francolini 2. Oh. En dan is het Winger of Horsten op de streep. In ieder geval handen van de Italianen. En een lesje ploegentactiek hier van de Italianen. Zag u dat? Met Fabio Francolini hier in een dienende rol voor de titelverdediger Lorenzo Cassioli. Viva!